Welkom bij het webinar Efficiënter samenwerken met BIM 360 Design. Met z'n allen zijn we in Nederland al goed op weg om goede BIM-modellen neer te zetten. En om met verschillende disciplines het voor elkaar te krijgen, de modellen op elkaar af te stemmen en de informatie die we nodig hebben voor het bouwwerk te kunnen bouwen of te kunnen calculeren, om die informatie er met z'n allen in te stoppen. Dat gaat al heel aardig. Dus natuurlijk zijn er ook wel modellen op de markt die wat minder goed zijn. Maar over het algeheel zie je steeds vaker dat de modellen, dat daar energie in gestoken wordt. En dat daar steeds vaker goede modellen uitkomen. Daarnaast gebruiken we de modellen om allerlei andere dingen te doen. Om op de bouwplaats de informatie te gaan gebruiken. Maar ook andere disciplines om modellen te checken, om de projectleider te informeren, om de calculatie bijvoorbeeld mee te doen. Dus we zijn met z'n allen drukdoende die modellen te voorzien van extra informatie, van opmerkingen, met checklisten, om de overige processen daarop ook aan te sturen. Maar als we dan zo bezig zijn met elkaar, dan lijkt het soms wel eens dat we drukker zijn met het heen en weer sturen van bestanden. En met het stoeien van bestanden eigenlijk. En dan met het echte daadwerkelijk ontwerpen, engineeren en samenwerken, waar we ons eigenlijk mee bezig zouden moeten zijn. Nou, daarin kan het BIM 360 platform uitkomst bieden. Voor degenen die het nog niet kennen, dit is het totale portfolio van BIM 360 met aan de onderkant een backbone waarin alle projectdata wordt opgeslagen. Projectdata, niet alleen modellen, maar daarnaast ook alle soorten projectbestanden als pdf'jes, IFC's, Word-bestanden, Excel's, noem het maar op. Alle projectdata. Als we natuurlijk al die data hebben, dan kunnen we daar ook analyses en inzicht in krijgen. Dus door middel van een analytische tool zien we wat die data allemaal doet. Hoe vaak er data in is gestopt, hoe vaak die data gebruikt wordt bijvoorbeeld. En dat is hele interessante informatie. Ook zit er nog een platform aan gekoppeld, wat Autodesk Forge is, waarmee het ook toegankelijk wordt gemaakt voor overige databases. Om daarop te programmeren. Dus om koppelingen te leggen met bijvoorbeeld je ERP-systeem of met andere databases die in uw organisatie van belang zijn. Nou, die hele backbone van projectdata die biedt weer informatie in de verschillende fases van het traject. Vanaf het ontwerp tot aan de oplevering en in gebruikname. Nou, in het eerste gedeelte, in het ontwerp, daarin spreekt BIM 360 Design met een aantal tools in op die projectdata. Daar gaan we dus vandaag het ook verder over hebben en daar zal ik straks dus meer over gaan vertellen. Maar naast BIM 360 Design zijn er dus nog een aantal meer modules, zoals Glue, die eigenlijk in de pre-constructie, dus in eigenlijk de coördinatiefase een belangrijke rol speelt. BIM 360 Build, die tijdens de uitvoering, tijdens de bouw een belangrijke rol speelt. En BIM 360 Ops, die tijdens de oplevering en het in gebruik nemen van het gebouw een rol kan spelen. Daarin zitten dus verschillende tools die de werkzaamheden in dat proces eigenlijk verder gaan ondersteunen. Nou, zoals net al aangegeven, wij gaan ons vandaag dus wat verder concentreren op BIM 360 Design. En daar zullen we nu ook een verdere kijk in gaan nemen. BIM 360 Design heeft eigenlijk drie grote kerntakken, waarin de eerste Revit Cloud Worksharing is. Daarmee kan ik dus met mijn Revit-model rechtstreeks de modelinformatie naar de cloud opslaan. En ook weer informatie daar vandaan halen. Nou, voor enkelen is voor jullie al Collaboration for Revit bekend. Dat is eigenlijk dezelfde techniek. Alleen nu is het nog meer regelbaarder om in te stellen wie waar toegang toe heeft. En welke rechten bijvoorbeeld, op welke mappen en per project, etc. Nou, daar komen we later natuurlijk op terug. Dat ga ik ook straks nog laten zien. Daarnaast hebben we de toegang tot BIM 360 Docs. Dus dat is eigenlijk die document management module, die onderste laag. Waarin ik dus overal en altijd toegang heb tot alle projectdocumenten. En niet alleen modelleurs hebben toegang, maar ook mensen die totaal niet gewend zijn te werken met 3D-modellen, hebben heel makkelijk inzicht in het werk dat gedaan is in het project. Zij kunnen ook opmerkingen maken, er zit issue management in, er zitten hele krachtige viewers in die zowel beschikbaar zijn als op een PC, als op een iPad of een tablet of een telefoon. Daarnaast kunnen we ook zoeken in documenten en hebben we een ongelimiteerde opslag. Daarnaast als laatste hebben we de module Design Collaboration, waarin je dus eigenlijk een hele workflow gaat creëren, waarin je dus packages kunt reviewen, waarin een tijdlijn zit, zodat je precies in de gaten kan houden wanneer teams een module, een package hebben geüpload of wanneer ze hem vrijgeven. Nou, en daar zit een hele controleerbare en stuurbare workflow in en die ga ik straks verder toelichten. Nou, allereerst even iets verder inzoomen op de Cloud Worksharing. Als eerste zie je hier in deze bubbel het architectenteam staan. Nou, die werken bijvoorbeeld met elkaar aan een BIM-model, aan een model. Nou, daar zit natuurlijk een iteratief proces in, waarin ze continu eigenlijk aan het ontwerpen zijn, met elkaar aan het reviewen zijn. En dit kan een team zijn van een aantal mensen die dus gezamenlijk in een model opzetten. Nou, vervolgens wanneer ze denken, hé, dat model is geschikt om op te delen, dan kunnen ze daar een package van maken en deze dus delen met de gecentraliseerde projectomgeving. Daar zitten dus alle bestanden in van het project, dus ook overige DWG's of IFC's of PDF'jes, noem het maar op, staan daar dus ook in die gecentraliseerde dataomgeving. Wanneer dan een andere partij ook betrokken raakt, zoals bijvoorbeeld een constructeur, dan kan hij dit model dus ook van die gedeelde database afhalen in de cloud en kan hij die gaan reviewen en ook daadwerkelijk gaan gebruiken als linked file bijvoorbeeld. Nou, ook het constructieve team heeft natuurlijk een iteratief proces van ontwerpen en reviewen. En wanneer zij zover zijn om een model te delen, kunnen ze daar ook een package van maken en deze delen bijvoorbeeld weer met het architectenteam. Nou, om dit wat verder toe te lichten zal ik jullie in een video wat meer aantonen hoe dat gaat. Dus die zal ik even gaan opstarten. En wat u hier ziet is allereerst de architect die aan het werk is. Dus nou, gewoon op de eerste verdieping in een kantoorpand verschuift hij wat wandjes en nou, is hij gewoon aan het werk. Nou, vervolgens denkt hij, ik ga dit model opslaan en dat wil ik in een samenwerkingsproces gaan doen met een andere architect. Dus ik ga dit model opslaan. En de keuze die jij hiervoor maakt is niet om dit op te slaan in zijn eigen netwerk, maar in BIM 360. Dus in de cloud gaat hij dit opslaan. Nou, in dit geval kies ik het Itannex-account met daarin het project van scenario 1. En ik kies dus eigenlijk de folder waarin ik het project wil gaan opslaan. Nou, dat duurt de eerste keer ietsje langer dan de vervolgkeren, want bij het opslaan slaat hij alleen eigenlijk de wijzigingen op over de cloud. Alleen die allereerste keer is natuurlijk iets langer, dan moet hij het hele project naar de cloud inzetten. Hier zijn we dan in die cloud en daar zien we dus je document management, dus daar zie je al je documenten en daar zien we dus ook het Revit model staan. Dit is nog echt een work in progress file en die kan ik dus bijvoorbeeld als tweede architect kan ik die ook gaan gebruiken. Dus ik ben nu architect 2, ook in hetzelfde bedrijf werk ik. En ik ga meehelpen aan dit project. En wat ik ga doen is, ik ga dat model rechtstreeks openen vanaf de cloud. Dus ik browse eigenlijk naar de cloud heen, naar BIM 360. En ik open datzelfde model als waar mijn collega zojuist mee bezig was. Nou, die open ik en daar ga ik mee aan de slag. Een shaded modus aanzetten. Iets leuker eruit te laten zien. En ik ga bijvoorbeeld op diezelfde verdieping aan de gang. Ik heb natuurlijk het model van de architect of van mijn collega ontvangen. Dus ik zag dezelfde wanden. Maar ik denk, hé, nee, maar dit wil ik eigenlijk wat anders. Dus ik ga wat aanpassen. Dus ik zet wat wandjes erbij. Ik maak een extra ruimte aan. En terwijl ik dit aan het doen ben, is mijn collega aan de andere kant ook gewoon nog steeds bezig met hetzelfde ontwerp. Dus je kunt met verschillende partijen tegelijkertijd bezig zijn. Nou, architect 2 denkt, hé, dit wil ik gaan delen, dus ik synchroniseer hem met de cloud. En je zult zien dat dit vrij snel gaat. Ik heb juist bewust dus niet geknipt in het opslaan, zodat je ook kan zien dat het vrij vlot gaat, het synchronisatieproces naar de cloud. Nou, ik ben weer die eerste architect. Ik ben dus nog steeds aan de gang. Ik ben nog wat wanden aan het plaatsen. En ik denk van, hé, eens even ook synchroniseren, zodat ik kan zien wat er ook veranderd is en wat mijn collega aan het doen is. Dus ik synchroniseer hem weer. En vervolgens heb ik dus het nieuwste model weer en zie ik dus ook dat hij daar een extra ruimte heeft aangebracht. Nou, wanneer ik denk van nou, nu is het model zover dat ik hem ook echt wil delen met de rest van het projectteam, dus bijvoorbeeld met de constructeur en met de anderen, dan ga ik publishen. En voordat ik dat ga doen, ga ik eerst een aantal instellingen doen. Namelijk, ik ga kiezen welke views ik allemaal mee wil sturen. En standaard kiest hij gewoon voor het 3D-beeld. Dus daarin kun je natuurlijk ook nog een keuze maken, welk 3D-beeld. En je ziet hier een hele lijst aan alle tekeningen en views die in dit model zitten. En je maakt dus zelf een keuze welke tekeningen jij wilt delen met de cloud en met de rest. Dus hier kies ik een aantal sheets welke ik wil delen met bijvoorbeeld het bouwbedrijf of wie dan ook. En vervolgens ga ik hem dus echt daadwerkelijk publishen. En dat publishen doe ik in dit geval in het eerste, in dit project, wat genaamd scenario 1. En ik klik dan op het knopje publish latest. En dat zorgt er dus voor, dit knopje zorgt ervoor dat iedereen dus wie toegang heeft, wie rechten heeft tot die map in BIM 360, ook daadwerkelijk het bestand kan gaan bekijken in de cloud. Zonder dat hij zelf Revit heeft of een pakket om dat te viewen, kan hij dat gewoon rechtstreeks in de cloud doen. Ik ben dus in dit geval de manager van de bouw en ik wil het model gaan bekijken. Dus ik klik hem aan en je ziet hier de browser of de viewer eigenlijk openen van BIM 360. En zelfs zonder dat ik enige ervaring heb met 3D-modellen, is dit voor iedereen te doen om dat te gaan bekijken. Je kunt properties uitlezen, je kunt gaan meten, je kunt ook de plattegronden er natuurlijk bij pakken, welke gedeeld zijn. En ik kan bijvoorbeeld ook een incident of een issue aanmaken, waarin ik dus een opmerking eigenlijk schrijf naar degene. Dus bijvoorbeeld, daar mist nog een deur, ik kan eventueel nog een omschrijving geven, ik wijs hem toe aan in dit geval de architect, die dat moet gaan aanpassen. En ik kan daar ook nog eventueel een datum aan koppelen wanneer ik het gereed wil hebben. Nou, dat kan, dat is niet per se nodig. Dus in dit geval geef ik dat wel aan. Maar in een volgend geval dan hoeft dat niet per se. Dus ik ga nog een incident aanmaken waarin ik weer eens aangeef van dat daar ook nog een deur extra nodig moet zijn. Maar bij deze ga ik bijvoorbeeld geen datum invullen. Ik wijs hem wel even toe aan de juiste persoon, dus aan die architect waar ik mee bezig ben. En je ziet dat er twee incidenten, in dit geval 1 en 2, erbij zijn gekomen. Dus zonder enige tekenervaring kan ik wel die opmerkingen borgen. Nou, en daarnaast heb ik dus ook toegang tot die verschillende plattegronden die ik dus gekozen had in die sets. Nou, als architect krijg ik natuurlijk daarin te zien, hey, ik heb 2 incidenten op mijn naam staan, laat ik eens even kijken. Wat zijn de specificaties, wie heeft dat gedaan, wat is er gezegd, al dat soort dingen, eventuele bijlages kunnen er nog gekoppeld zijn of een foto of dergelijke. Nou, in dit geval ga ik naar het model en brengt hij mij rechtstreeks naar de plek toe waar het zit. En ik kan eigenlijk gewoon ook direct op die stippen klikken om te kijken van, hey, wat is dit dan voor issue en wat is deze? Dus dan zie je direct wat er gebeuren moet. Nou, binnen Revit ga ik dan ook aan de slag. Dus ik breng gauw eventjes, kopieer gewoon even gauw een deur in dit geval. Naar de positie toe. En het voordeel is dus dat je echt bezig kan zijn met het ontwerpen. En dat dus alles in één platform gebeurt. Nou, vervolgens denk ik, ik ben tevreden, ik synchroniseer hem en vervolgens wil ik hem ook bedelen. Dus na het synchroniseren, zodat mijn collega's hem hebben. Publiceer ik hem daarnaast ook, zodat ook die andere partijen het weer tot hun beschikking krijgen. Vervolgens geef ik nog een antwoord op de issues dat ik hem geplaatst heb. Je ziet dat ik hem niet kan sluiten, de issue. Dat moet echt gedaan worden. Ja, dat heeft met rechten ook weer te maken. Maar in dit geval doet dat de manager van de bouw. Nou, die ziet ook dat er een nieuw bestand is geüpload. En dat, dat de incidenten dus beantwoord zijn. Daar kunnen we naartoe. Als we dat willen. Dan zoomt hij daar naartoe. En dan zien we dus dat die deur nu geplaatst is. Nou, naast dat ik wellicht die deuren erin heb gezet, zijn er misschien nog meer wijzigingen geweest. Dus wat ik nu doe is een versievergelijk van versies. In dit geval van hetzelfde model. Maar je kan zelfs vergelijken tussen verschillende modellen of tussen verschillende objecten. Een vergelijk uitvoeren. Zodat ik kan zien wat er een verschil is. In dit geval vergeleek ik versie 2 met 5. En zie ik een aantal wijzigingen die er zijn geweest. Een aantal dingen zijn toegevoegd en een aantal dingen zijn aangepast. Ja, en dat geeft direct inzicht. In plaats van dat ik zelf zoek de 10 verschillen moet doen, kan ik dat heel goed zien op deze manier. Daarnaast ben ik helemaal akkoord, dus ik vink ook nog eventjes de issues af. Die zijn gesloten. Ik kan daar nog een extra opmerking toevoegen, mocht dat nodig zijn. Maar in dit geval sluit ik ze gewoon. Heel vaak gebeuren dit soort opmerkingen nu via een e-mail. En dan zie je zeg maar, dat je daar dat soms toch een e-mail verloren raakt of door drukte en dergelijke. En hier heb je het gewoon echt gewaarborgd. Nou, in dit geval ben ik de constructeur en ik zou dat bouwkundige model dat gedeeld is ook wel graag willen gebruiken als een linked file. Dus wat ik hier ga doen is ik ga naar Manage Links. Ik zoek de locatie weer op via de cloud. Dus ik browse eigenlijk gewoon in de cloud en open daar dus dat architectenmodel in dit geval. Nou, daar kan ik mee aan de slag en die kan ik natuurlijk ook weer gaan synchroniseren en gaan delen als ik dat wil met de cloud. Ik publiceer hem ook direct, zodat iedereen eigenlijk kan zien, niet alleen mijn eigen constructieteam, maar ook bijvoorbeeld dus de manager van de bouw kan dan ook het constructiemodel bekijken. In dit geval ziet hij ook het bouwkundige model, omdat die dan gelinkt is. Dus die gelinkte files neemt hij dus ook daadwerkelijk mee. Nou, dat was voor nu zeg maar de eerste scenario eigenlijk, de meest eenvoudige versie, waarin dus eigenlijk gewoon modellen worden opgeslaan naar de cloud rechtstreeks en gebruikt worden vanuit de cloud. En ja, dat werkt eigenlijk heel erg mooi. Je kunt daar nog een stapje meer in doen door echt te werken met packages, reviewen en consumen. Nou, hoe dat gaat en wat dat inhoudt, daar ga ik jullie nu in meenemen. Zo ook daarvoor heb ik weer een video gemaakt, waarin je dus kunt zien, ik ben als eerste de administrator. Als administrator maak ik teams aan en je ziet hier het bouwteam, constructieteam, MEP-team. Doordat ik die teams aanmaak, stelt hij al van zichzelf uit een hele mappenstructuur in. Met consumed mappen en shared mappen en daar kom ik zo meteen ook wel op terug. Nou, ik ben allereerst weer even de architect en ik sla mijn model op naar de cloud. Naar de juiste plek in de cloud, zodat ik zodat ik echt mijn model dus in die mappenstructuur die we zojuist zagen opgeslagen krijg. En dit is gewoon weer eerst de work in progress. Hè, zodra ik echt het model echt ga publishen, dan ga ik hem ook echt daadwerkelijk delen. En dat ga ik ook in dit geval doen. Dus ik ga hem naar scenario 2 ga ik echt een publish uitvoeren, zodat dat model wat ik nou heb opgeslagen ook gedeeld is met andere teams. Nou, wat er dan gebeurt is dan automatisch zet hij het model dat ik gedeeld heb in de folder in BIM 360. Moet ik heel even ietsje verder spoelen, want ja. Dus dat zie je hier. Dus dat is mijn work in progress file en die is dus ook nu te bekijken. Doordat ik die publish heb gedaan, is die door iedereen te bekijken wie die rechten heeft op die map. Maar nu ga ik naar de Design Collaboration module en daar zie ik een hele tijdlijn van mensen of van partijen die dus een model hebben gedeeld. Want nu gaan we het model namelijk delen via een package. En die package, daarin kan ik zelf gaan selecteren wat ik wil delen. Dus dit kan zijn dat je zegt van nou, ik wil alleen maar, ik heb bijvoorbeeld wel een heel aantal set aan tekeningen vrijgegeven. Maar ik wil voor nu alleen maar deze bepaalde tekeningen in een set maken. En in dit geval kies ik gewoon alleen het 3D model. En druk ik echt bewust dus op delen om deze set aan, aan documenten te delen als een package in de tijdlijn. Nou, dat zien we hier ook terug. Dus bovenin is een nieuwe stip bijgekomen die dus het vandaag voorstelt. En die dus aangeeft dat dat model gedeeld is vanuit de architect. En het is dus ook met iedereen in het project gedeeld. Nou, als ik weer terug ga naar document management, dan zullen we nu zien dat dat model, doordat ik dus dat gedeeld heb, in de shared map is gekomen. Dus als architect zeg maar, zie ik dat ik natuurlijk die work in progress daar nog heb staan, maar dat hij daarnaast onder shared arg dus ook terecht komt. Dus hiermee kunnen we ervoor zorgen dat bijvoorbeeld een constructeur die dus zelf geen rechten heeft op het argmapje, want hij mag daar niks aanpassen, heeft dus wel toegang, of dus in dit geval de installateur, heeft dus wel toegang tot mijn, tot de map van shared. Dus in dit geval ben ik de installateur en ik sla mijn model allereerst even zelf op naar de cloud. Dus ik zoek weer het mapje MEP, zeg maar, en daarin sla ik mijn model op. Nou, de eerste keer duurt het even ietsje langer, zoals ik al aangaf. Dus, nou goed, komt goed. Dus mijn MEP-model die staat in de cloud. En wat ik nu ga doen is, ik wil graag dat architectonische model ook gaan linken. Dus ik ga weer naar de cloud toe. En waar ik nu naartoe ga is, ik haal hem dus uit dat shared mapje. Want je ziet ook, ik heb geen toegang tot het standaard ARG mapje, tussen die work in progress nu. Maar ik heb alleen maar toegang tot dat shared mapje. En dat wordt dus eigenlijk allemaal automatisch van je ingericht. En hier krijg ik hem dus gelinkt te zien. En het mooie is dus ook, als die weer opnieuw wordt geshared in die shared map, heb ik automatisch mijn link ook weer geüpdate. Nou, dit was het meest eenvoudige scenario, of het middelste scenario eigenlijk. En nu gaan we naar nog een scenario meer. Want wat we namelijk ook kunnen doen is, ik ben nog steeds die installateur. Maar ik ben nu misschien wel een projectleider binnen de installaties, of ik ben... nou ja, in elk geval, ik wil namelijk nu eerst dat model van die architect, die heeft hij dus opgezet, die wil ik allereerst verkennen. Want ik ga hem niet zomaar delen of niet zomaar linken in mijn eigen model. Ik wil dus eerst zien van wat heeft die architect dan met mij gedeeld. Dus ik heb de verschillende tools tot mijn beschikking van binnen BIM 360 om dus dat model eens nader te bekijken. Wat zit daar nou allemaal in? In dit geval is het alleen een 3D-model, maar misschien zaten er ook tekeningen bij. Ik kan ze per verdieping gaan bekijken en ik kan ze gaan beoordelen of ik echt wel tevreden ben en of ik die wel echt wil gaan gebruiken in mijn... in mijn eigen project als linkfile. Dus nou, dat kan ik hier allemaal zien met allerlei tools die ik dus voorhanden heb. En als ik daarover tevreden ben, dan druk ik dus op gebruiken. En dat is eigenlijk in het Engels consumed. Dus wat hij dan gaat doen is, dan gaat hij echt dat pakket ophalen en hem in gebruiken zetten. En dat zien we terug zeg maar, binnen document management. Dan zet hij dus automatisch voor mij het model in de map consumed. Dus onder shared niet, maar onder consumed. Dus onder mijn eigen mapje consumed staat nu een extra mapje arg bij van de architect. En daarin komt dus nu het model te staan. En vanuit Revit ga ik dus dan bijvoorbeeld alleen vanuit consumed de modellen linken. Nou, dat zijn verschillende scenario's en je ziet dus dat je dingen kan afschermen voor elkaar, dat je daar dus een hele workflow in kan aanbrengen, dat mensen eerst de modellen moeten goedkeuren en dat je dan pas eigenlijk tot beschikking daarover krijgt. En daarin ben je dus zelf vrij om dat in te richten. Je kunt dat van een scenario 1 dus heel eenvoudig gewoon rechtstreeks naar de cloud en die andere pakt hem gewoon weer rechtstreeks vanuit de cloud. Maar je kan dus ook kiezen voor scenario 2 of 3, waarin je dat wat meer afschermt en wat meer een goedkeuringsproces daarin aanbrengt. Oh, dan ga ik hem weer opnieuw. Nou, even een resume. We hebben eigenlijk binnen BIM 360 Design dus te maken met 3 omgevingen. Allereerst is dat BIM 360 Docs, waarin dus eigenlijk alle documenten worden opgeslagen. Waarin dus ook wanneer je voor het scenario 2 of 3 kiest, een hele mappenstructuur wordt aangemaakt. En dat er automatisch bepaalde modellen in bepaalde mappen komen. Ja, ik kan daar natuurlijk ook alle andere documenten kwijt van mijn project. En ik kan daar die issues in kwijt. Ik kan modellen bekijken, modellen vergelijken, etc. Daarnaast heb ik te maken met BIM 360 Design Collaboration, waarin ik dus die mooie tijdsbalk zie, waarin ik dus kan zien welke pakketten gedeeld zijn, vanuit welke verschillende partijen, of die pakketten ook al gebruikt worden. Dan kan ik de sets voor mezelf gaan controleren, gaan samenstellen en dat soort zaken. En ik heb te maken met Revit, wanneer ik dus vanuit Revit kan ik de modellen rechtstreeks naar de cloud opslaan, openen en linken. Dus ja, dat zijn eigenlijk de drie omgevingen waarin je dan mee te maken hebt. Nou wil ik eigenlijk het even omdraaien en wil ik u zelf eigenlijk vragen van kijk eens naar uw omgeving, kijk eens naar uw eigen organisatie en kijk eens of u echt inderdaad efficiënt samenwerkt en of daar niet wat tijdswinst in te behalen is. En nou ja, mocht dat zo zijn en wilt u ook efficiënter samenwerken, kunnen we daar eventueel bij helpen of kunnen we daar eens mee in gesprek met elkaar gaan, dan kan dat. Dan neem gewoon contact met ons op en dan gaan we kijken hoe dat voor u van toepassing is. Aandacht en ja, tot de volgende keer.